Welkom bij het 7 uur journaal. Dit zijn de hoofdpunten. De Vlaamse regering keurt een nieuwe regeling voor vervroegd lerarenpensioen goed. De christelijke onderwijsbonden zijn tegen. Bij de post in Vlaanderen wordt gestaakt. Driekwart van het personeel doet volgens de vakbonden aan de actie mee. Federaal premier Verhofstadt zegt dat de beloofde is overleden. Hij was 58. De popgroep ooit na de moord op John Lennon 21 jaar geleden. Harrison stierf aan kanker. Met de Beatles speelde hij de wereld plat in de jaren 60. En toen de groep opgedoekt werd, was hij de eerste van de vier die een geslaagde solo-carrière kon uitbouwen. George Harrison is 58 geworden. George Harrison als leadzanger van de Beatles. Het overkwam hem niet vaak, want meestal stond hij als gitarist in de schaduw van John Lennon en Paul McCartney. Ook als componist trouwens, als schreef hij parels als Something en Here Comes the Sun. George Harrison stond bekend als de rustige Beatle, de man die meer met spirituele dan materiële zaken bezig was. De man ook die graag nieuwe muzikale wegen verkende. In India leerde Ravi Shankar hem sitar spelen. Harrison nam de Beatles mee naar India en samen met hen maakte de hele wereld kennis met de Indiaanse guru Maharishi Mahesh Yogi en begrippen als transcendentale meditatie en Hare Krishna. Harrison dankte zijn tweede bijnaam aan, de mystieke Beatle. George Harrison was de eerste Beatle die een succesvolle solo-carrière uitbouwde. Hij gebruikte zijn roem meteen voor het goede doel. Lang voor Live Aid organiseerde hij het concert voor Bangladesh, voor de slachtoffers van de overstromingen daar. Harrison hield zich ook bezig met de productie van platen en films. Zijn solo-carrière kende ups en downs. Voor de hele wereld bleef hij altijd een Beatle. What was it like to be a Beatle? You know, well, who knows? I mean, what's it like not to be one? You know, we only know what we have done, and we are what we've done, and that was seems to have been the destiny. Predetermined for us, probably by something we did in the past. Volgens een huisvriend stierf de ex-Beatle met één wens op de lippen. Hou van mekaar. Afscheid van George Harrison. Dat zit hier bij mij. André, waarin ligt nu precies Harrison's bijdrage aan het succes van de Beatles? Hij heeft natuurlijk als gitarist zijn stempel gedrukt op de klankkleur, op het geluid van de Beatles. Zelfs ook onrechtstreeks, want hij is het die de jonge John Lennon ooit gitaar heeft leren spelen. Als componist is hij ook toch niet te onderschatten, want zelfs binnen het toch hoogstaande repertoire van de Beatles heeft hij parels geschreven als Something en Here Comes the Sun. Twee nummers toch bijvoorbeeld ook die ook door andere artiesten als echte klassiekers zijn overgenomen en heropgenomen. En eigenlijk is hij denk ik op muzikaal vlak vooral ook de Beatle die het meest zijn nek heeft uitgestoken, die de meeste risico's heeft genomen. Onder meer en vooral door naar India te trekken en de Indiaanse muziek te integreren in de muziek van de Beatles. Mm-hmm. De vroegere Beatles zijn nu gehalveerd. De bekendste overblijver is Paul McCartney. Hij heeft ook gereageerd op Harrison's overlijden. We kijken daar even naar. To me he's just my little baby brother. We grew up together and I knew him in my old hometown, Liverpool. And we just had so many beautiful times together that that's what I'm going to remember him by. A lovely guy who's full of humor, as I say, even when I saw him last time and he was obviously very unwell. He was still cracking jokes like he always was. And he'll be sorely missed. He's a beautiful man and the world will miss him.
Ja, Andrea was aan het uitleggen, dus Harrison heeft veel betekend voor de Beatles, zei je. Heeft hij ook iets betekend voor de muziekwereld in het algemeen? Wel, ik denk dat je kunt stellen dat George Harrison eigenlijk een van de vaders is van de wereldmuziek, samen met misschien mensen ook als Harry Belafonte en Peter Gabriel. Want door naar India te trekken en die muziek en die sitar en zo aan de mensen voor te stellen, heeft hij eigenlijk een hele generatie erop gewezen dat er meer was dan alleen maar westerse, anglo-saxische muziek. Dat er ook nog andere instrumenten waren, dat er andere klanken zijn, andere talen. En dat is toch wel een belangrijk iets. En nog iets dat zelfs niet puur muzikaal is. Hij heeft ook door met die meditatie bezig te zijn, dat is eigenlijk heel merkwaardig dat de meest succesvolle groep ter wereld toen aan die generatie jongeren heeft laten zien dat er meer is dan alleen maar het materiële, dat er ook spirituele waarden zijn. Harrison is altijd heel erg bezig geweest met de zin van het leven. Een van zijn grootste successen heette What is Life? En hij vond zelf dat de zin van het leven erin lag dat je zocht naar jezelf en dat je ook op zoek ging naar de zin van het leven. Nu is zijn leven dus gedaan. Bedankt, André, voor je uitleg.